We eindigen de binnenlandse berichten met de weersverwachting van de Meteorologische Dienst Suriname. Die geldt voor 24 uur vanaf vanavond 19:30. Tijdens de avond komen er mogelijk nog enkele buien voor, terwijl het in de nacht overwegend droog blijft. Aan het einde van de nacht ontwikkelt zich nevel en of mist in enkele gebieden. Morgen, zaterdag 23 december, wordt het in de ochtend lokaal tijdelijk bewolkt met een mogelijke regenbui. In de middag komen er verspreid perioden met buien voor die soms gepaard gaan met onweer. Tot zover het binnenlands nieuws. Blijft u afgestemd voor de buitenlandse berichten.